Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza op 5 mei, bevrijdingsdag 2018. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat het vrijwel onbewolkt is in Nederland. Een smal bandje met wat hoge bewolking trekt over het land, maar de zon kan daar goed doorheen schijnen. Overwege de ochtend is het een graad of 15. En vanmiddag bij volop zonneschijn wordt het zo'n 19 graden in het noordwesten tot 23 graden in Limburg en er waait de meest matige oostelijke wind. De zonkracht is 5 tot 6 tussen 12 en 3 vanmiddag. Dus de onbeschermde huid kan dan snel verbranden. Vanavond schijnt de zon in eerste instantie ook nog flink, en na zonsondergang blijft het gewoon helder bij een graad of 17. Morgen opnieuw volop zonneschijn en dan wordt het nog wat warmer. Dan wordt het 20 graden in het uiterste noordwesten en 24 tot 26 graden in de rest van het land. En dan is het zomerswarm bij een matige oostelijke wind. En ja, de meerdaagse ziet er ook ronduit zonnig uit. Op woensdag ontstaan er wat stapelwolken, maar blijft het waarschijnlijk nog wel droog. Zeker landinwaarts is het over het algemeen zomerswarm met 25 tot 27 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.